Mijn opa is zo'n type. Al is het. Super tof dat je kijkt naar Groeneel Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En vandaag is de dag dat het gaat gebeuren. Ik gooi even gordijnen open. En dan ga ik weer lekker gordijnen opengooien. En dan ga ik richting mijn vader lopen. Eerst even kan jij snel eten geven. Want ik weet wel dat ik vanavond niet. Dat ik vanavond lekker met mijn familie ga eten. Daar heb ik al zin in. Dus. Lekker met z'n allen bij elkaar. En dan ga ik nu mijn jas aantrekken, Gaia eten geven en dan richting mijn vader toe. Daar zouden we ontbijten. Daar moet je even de hele dag mee doen, Gaia. En ik heb dorst, dus ik ga snel wat drinken en nu maar richting mijn vader lopen. Ik ben al bijna bij mijn vader. Dan ga ik, daar gaan we dan naar mijn oma toe. En dan neem ze eerst even lekker ontbijten. Dus het is nu, even kijken, bijna 9:15 en iets van 10:15 moet bij mijn oma zijn. Maar we gaan eerst ontbijten, gaan we beginnen, de treurige dag. Maar dan ga ik natuurlijk, dat snappen jullie ook wel, dan ga ik niet vloggen. Dat vind ik iets te privé voor mezelf. Maar ik kan misschien wel, als ik thuis ben, over praten hoe en wat. Ik ben nou thuis gekomen en wat heb ik een... Wat was het trouwens? Daar wil ik even mee beginnen. Verdrietige dag vandaag. Maar wat was het ook weer mooie. Allemaal goed geregeld in ieder geval. Het is voorbij. Maar in ieder geval... Zo apart, we waren opeens richting Gouda gegaan naar waar hij gecremeerd werd. En toen werd de laatste nummer gezongen van Gouden Zangers, waar hij vaak zo vaak zit te zingen en met passie zat te zingen. En dat was zo mooi om te zien en ik hoorde mensen zeggen en ik voelde het zelf ook gewoon. Die nummer kwam ineens, woesh, en het zonnetje scheen ineens. Echt heel raar gevoel. Ik voel het gewoon. Maar ook de rest van mijn familie en andere mensen. En ik zit toevallig nu televisiering te kijken. En ben benieuwd wie de winnaar wie de televisiering wint. Maar wat was een mooi gebaar naar mijn opa. Ik zal hem nooit meer vergeten. Ik ga nu maar even lekker de televisiering kijken. Net even lekker teentje gezet. Maar ik kan niet uit mijn hoofd komen, joh. Een verdrietige dag was vandaag, maar wel een mooie afscheid van mijn opa. En ja, wat is je nou? Hé, ik zit de hele tijd aan mouwen en ik ben een beetje met thee klaar nou. En ik heb wel super fijn gevoel. Crematie gehad van mijn afscheid van mijn opa kunnen meenemen. En ik weet hoe mijn opa is. Die was altijd ook, ik denk dat ook naar ons allemaal toe. Mijn opa is zo'n type. Al is het down gevoel, of voel je even niet lekker, of er gebeurde gewoon niet iets. Daarna lekker door. Dat was zo was mijn opa ook. Die moest ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Maar wat hij altijd meestal wel snel mogelijk uit en gelijk weer leven doorpakken. En ik weet dat mijn opa wil, dan wil ik dat ook gaan doen. En dat ga ik zeker doen. Opa, ga ik doen. Want zo hoort het leven. Ups en downs, maar ik weet dat mijn opa dat wil. En ook naar mijn andere neefje, nichtjes, broertje, dat ze ook sowieso zeggen. Het is nou een emotionele moment gehad, een verdrietig moment gehad. Maar je moet daarna weer lekker door. En daar heb je wel een mooie punt op. En dat ga ik zeker doen. En ik zou hem sowieso nooit vergeten. Wat ik sowieso nooit zou vinden, maar ik zit wel te kijken. Ik zou zo'n as willen hebben, maar ik zit niet te kijken. Hier zit al helemaal bomvol op die kast. Oh, zien jullie een plek op mijn kast? Laat even weten in de reactie. Daar zit vol.
daar zit vol. Daar zou het wel misschien een mooi plekje zijn. Ik denk dat ik dit gebied van... heb ik weer katje en zijn oortje breken af. Dat ik dit gebied van mijn opa ga maken, misschien dat is wel mooi. Dus misschien ga ik dat wel doen. Maar dan ga ik even dadelijk. Dat vind ik eigenlijk inderdaad mooi. Dit plek is wel een mooie plek voor mijn opa, dit spullen. Dus bijvoorbeeld deze kaart en deze kaart. Misschien zou ik die daar wel staan, maar bijvoorbeeld deze bij mijn opa. En de katjes ga ik dan daar verplaatsen, erboven. Maar dat ga ik sowieso hier nu op een plekje maken. Dat ga ik doen. Zo, ik heb het alweer gedaan. Wat ik ook heb gedaan is eigenlijk deze plank helemaal zitten schoonmaken. Want er zat allemaal een beetje stof op. Maar ik vind dit mooi. Heel mooi, rustgevend. Mooie gedeelte. En alleen hier heb ik nog katjes staan, maar die moet ik nog plek geven. Alleen, wat was het nou? Oh, die achterste volgens mij. Voor klein. Nee, ze hem ook niet. Hij kan het hier ooit zelf over. Oh, wacht, er is deze. Hier, dit is een oortje van afgebroken. Maar ja. Kan gebeuren. Maar dit is wel een mooie plek. En misschien midden in die tuin. Hier zo midden. Is zo'n mooie plek voor. En dan zet ik kerst zo neer. Voor de ding. Maar nu even hier zo veel mooier. Ja, en deze schildpad past precies bij hem. Want. Ja. Kikker, pad. Ja, vind ik hetzelfde. Zo was de achternaam. Dus daar heb ik de achternaam van gekregen. Van mijn opa. En dat vind ik zeldzaam. Dus gaan we nu dadelijk even klaarmaken om lekker naar bed te gaan. Nu even dingen op computer doen. Dat heb ik net al een beetje gedaan. Nu van mijn gordijnen maar dicht doen. Dan moet ik dit doe ik alvast. En vast alles ding afsluiten. Dus. Maar heel apart. Dat toen me... Alle laatste afscheid nam. Dat er ineens hele koude windvlaag kwam. En dan toen op een moment dat de zon ging schijnen. En maar, toen ging ik naar mijn tante toe. Begon het hele dag te regenen. Bijna de hele dag. Heel apart, vond ik het. Dus dat mijn opa ons dat over mij gunde of zo, dat het mooi weer was. Vind ik gewoon wel een fijn gevoel. Het sowieso al regen. Ik vond mij was mijn opa ook zo. En dat is mijn vader ook. Die had ook niet voor regen. Mijn oma ook niet. En ik gaf vandaag ook mijn oma een kus op de wang. En die zei het. Dat was ook echt mijn woorden van mijn opa. Gaf een kus op de wang. Eerst zoals zij zei. Het prikt. En ik gaf mijn oma. We waren even lekker bij Chinees aan eten. Gaf ik oma een kus op de wang. Ha, priks! Scheer het eraf! Dat vind ik wel leuk. Dit ga ik echt nooit meer vergeten. Ook niet dat mijn oma dat gaat zeggen. Dat ga ik echt niet meer vergeten. Het mooiste aandenking van mijn opa. Maar ook wel een grappig moment. Dat ik niet meer vergeten. Mooi. Ja, mooi. Dat ga ik echt niet meer vergeten. Ik vind het zo super lief. Ik heb ook van een paar mensen, wat ik nog niet vertellen van wie het zijn, heb ik kaart gekregen. Het staat liefst van heel veel sterkte. Heel, heel veel sterkte met denken aan je. En lieve Sander, heel veel sterkte. Heel veel sterkte. Lieve Sander, heel veel sterkte met dit grote verlies. Verlies. Lieve Sander, heel veel sterkte. Je opa kijkt vanaf boven en trots naar je. Lieve Sander, sterkte met dit verlies. Lieve Sander, heel... Sander, sterkte, we denken aan je. Ook gewoon zo leuk om te horen. Dus, maar ja, dat ga ik echt ook niet vergeten. En hij zit sowieso al van boven te spieden. En ja, we gaan even nog wel weer. Maar, morgen moet ik weer vroeg op. Half 11 moet ik ergens zijn als het goed is. Even kijken hoor. Moet ik even naar de app. Ga ik even gelijk even bij zitten. Even kijken. Ik moet naar Utrecht. 11:15 moet ik in Utrecht zijn. Straat ga ik voor zekerheid maar niet zeggen. Ik word door opgehaald door iemand om 10:30. Ik ben denk wel eerder.
En iedereen wordt thuis gebracht. Ik kan mensen hun naam niet noemen. En we zijn 16:30 klaar. Oké. Moet ik extra kleren mee? Moet ik even link kijken voor wat? Als je nog vragen hebt, kan je... Blablabla. Lalalala. Nog toevoeging, trek allemaal iets warms aan, want we zijn best veel buiten. Dus dan weten we dat. Wat ga ik nu doen? Ik ga even kijken wat ik aan ga trekken. Dit zijn allemaal korte broeken. En ik zit te denken aan mijn vest. Ja, wacht even, ik ga even kijken nu gelijk. Zo. Deze denk ik dat ik aantrek. Die is wel lekker warm. Nee, die kan denk ik niet. Die doe ik al aan. Is lekker warm. Een shirt wat ik hieronder heb. En... Nee, die doe ik niet. Of kan dat wel? Ja, die. Met deze. Neem ik als reserve mee. Oh, ik moet een korte broek meenemen. Dus leg ik hier neer. En dan blijf. Ik ga je licht lekker hier op deze stoel. Hé, jongen. Ja. Ik hou van je, jongen. Hé? Ik ben mijn grote vriendje. Ja, dat is echt zo'n lieve baby. Oh god. Echt typisch Kanye is dit, hè? Ja, dan ben jij zo ben jij echt, hè? Ja, altijd likken, hè? Ja. Maar ja, we gaan nu even dat spullen in de tas doen, alvast. Die broek kan ik nog morgen aan. Wacht, heb je gek, hè? Nee, niet gekleurd. Want ik heb ze gisteren natuurlijk lekker bij Chinees gegeten. Oh, super gezellig. Oh, mijn neef was weer bezig. Met grapjes. Echt typisch mijn neef. Ik wil zeker niet zijn naam noemen. Misschien vindt hij dat fijn. Maar ja, ik ga even de tas inpakken. Deze vanmorgen. Dus ga ik daar mijn foto van maken. Dus. En dan trek ik weer deze jas aan. Zo. En dan gaan we zometeen lekker slapen. Ik vergeet nog één ding trouwens. De voordeur dicht doen. Die ga ik ook even doen. En daarna ga ik lekker slapen. Morgen weer een dag. Morgen vroeg op. Morgen ook al. Nee, ik ben wakker gebeld alweer. Dan ga ik lekker slapen. Klaarmaken om lekker een beetje in te gaan. Morgen weer een dag. Ik heb super veel zin in. Ik kan niet wachten. Als camera op scherp staat, wil ik het even niet doen. Dus ik ga even lekker slapen. Ik wil jullie allemaal in ieder geval lekker nogmaals allemaal bedankt voor het kijken deze vlog. Ik hoop jullie allemaal deze vlog leuk hebben gevonden. Al was het een beetje treurig vandaag weer een dag. Maar wat ik kan zeggen en wat mijn opa zo ook alvast zou zeggen. Wat er ook gebeurt, daarna wil ik hem mooi oppakken. En dan moet je altijd dat doen. Je kan er wel mee zitten, maar ja. Heb je alleen ook jezelf mee. En dat helpt ook niks. Dus we gaan gewoon verder. Maar, dan ga ik even, nu ben ik lekker slapen. Ik wil nogmaals jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even blij duimpje omhoog. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog trouwens niet abonneerd, dan zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers, gewoon heel vlog, om 1 uur. En zeg ik hierbij, later. Zo, dat is al in ieder geval eerste achter mijn rug, de Koljanse. Ja, het zwaarst is morgen de crematie van mijn auto. Dus, ja. Maar wat ik even wil doen, even snel.